In 3D! Yep. Hij is helemaal in 3D. Oké, daar is hij. Hi YouTube! Hoi YouTube! Dag YouTube! Ja, we gaan weer beginnen met een livestream. We zijn op dit moment live. En ja, als je de livestream hebt gemist, kun je dit altijd natuurlijk terugkijken. Dus ook speciaal voor jullie. Gezellig, de chat zit er ook bij. We hebben besloten om de eerste run gewoon lekker random te gaan doen. Dus laten we maar eens even gaan randomizen. En we zien wel wat eruit gaat komen. Azizel! Maakt niet uit, we doen het gewoon. En mijn item tracker die doet het niet, want we starten helemaal niet af met Holy Mantle. Geef me even een seconde, dit moet ik even fixen. Hij is gefixt, denk ik. Ja, hij is hier goed. Denk ik, hoop ik. Oké, nou, Azizel is dus zeg maar niet aangepast, maar dat maakt ons heel weinig uit. Wij gaan het gewoon doen. En hele heleboel flies. We beginnen gelijk met twee flies, dus dag Luigi player, wat leuk dat je erbij bent. Nou, sommige kamers zijn wel een beetje geremodderd, zoals dat je hier nou de item room ziet. Maar je hebt andere muziek, alles is een beetje gereskind en dit ziet er nogal dangerous uit. Maar we gaan doen. Judgment of Justice. Nou, Justice kunnen we altijd gelijk gebruiken, dus is wel handig voor Justice. Hey. We hebben nog meer. Dit is Judgment en de Fool. Weet je wat, ik neem Judgment gewoon met me mee. Want de Fool die is wel handig voor... Ja, de Fool is wel handig als je, zeg maar, bij een cursed room bent. Maar op zich kan dit ook wel. En over Judgment gesproken, daar hebben we er ook wel zo eentje zitten. Hallo. Wat gezellig. Hoe zit het met GTA? GTA, dat heb ik al gezegd, die is gecanceld. Aangezien dat ik heb zoveel projecten lopen. En aan GTA, daar kom ik gewoon echt niet meer aan toe. Dus daarom. Er zijn veel meer andere projecten waar ik nou op dit moment echt mee bezig ben. Die ook heel erg veel gevraagd zijn. Dus ja, GTA zit er helaas niet in. Dus, en ja, je begint met Azizel, begin je dus zeg maar gelijk met Brimstone. Dat is wel erg handig. Dat is fijn. We hebben 13 coins. Ja, dan kunnen we wel de shop ingaan. Maar ik heb liever eigenlijk dat ik eventjes aan hem iets geef. Als jij mij iets teruggeeft tenminste. Kun je mij iets goeds teruggeven? Kun je mij iets goeds teruggeven? Kun je mij iets goeds teruggeven? Een HP up. Nou, dat is altijd handig. The Binding of Mario. Dat is dit. Dat is deze. Nee, dat was een bean van de Mario en Luigi series. Dus... Oké, dan gaan we hier naar beneden. Oh, hi Lust. Jij bent niet gereskind, dus je bent niet cool. Oké, we hebben nou weer. HP up. Oeh, Balls of Steel. Nice. Daar ben ik altijd blij mee. Dat wil zeggen dat we twee Soul Hearts bij gaan krijgen. Dus kan niet wachten op Hardcore. Volgende week toch? Ja, Hardcore die gaat beginnen volgende week op YouTube. Dus volgend weekend. We hebben al een beetje opgenomen. Dus de Wall of Awesome Comments zal wel weer aanwezig zijn. Maar die zal dus een vertraging oplopen. Omdat we nemen nou een beetje zeg maar vooruit op. Wat er is gebeurd allemaal ga ik niks over spoilen. Dus please do not ask or you will be ignored. En ik snap niet waarom ik het in het Engels zeg. Dus niet over vragen, want echt serieus. Dat, die vragen die moet ik helaas gaan negeren. Dus gelieve niet te doen. Dus oh boy. Hallo. Voor de mensen die zich afvragen, dat was Gemini. Spot. Oké, dan hoef ik niet zo lang te rechargen. Dat is wel handig. En wat is het voor game? Waar gaat het over? Het is de Binding of Isaac en je probeert te ontsnappen van je moeder door, door dungeons heen te lopen. Ziet eigenlijk als een beetje, het wordt gezien als een Demon Zelda game, maar ik heb een mod gebruikt waardoor dat nou op een Mario game lijkt en Mario muziek heeft. En dat vind ik veel leuker. Oké, we hebben hier. Jou blazen we gelijk op, want ik heb geen zin om daar geld aan te verspelen. Judas Tang. Zorg ervoor tot Bowser deals, maar... één hartje kosten in plaats van twee hartjes. Nou ja, de extreem dure dan. Ik laat die bladvenk nog heel eventjes staan. Just in case. Dag Claudie, hoe is het ermee? Heel gezellig. Ik probeer gelijk naar de chat ook te kijken, jongens. Maar echt, chat, game, oh, dat is best wel lastig op sommige punten. Dus er is niet echt een verhaal. Je probeert gewoon... Je moeder is heel erg gelovig. En die moet van een stem in de hoofd moet ze jou opofferen. En Isaac gaat dan in zijn... Die ontsnapt dan door een luik in de grond en komt dan zeg maar in deze rare wereld terecht. Daar komt het eigenlijk praktisch op neer. Dus qua verhaallijn is hij niet echt heel erg sterk. Dus speel je Minecraft met een texture pack? Nee, als we hardcore spelen dan is het gewoon echt default. Om afleiding te voorkomen. Mailgeluid.
Altijd leuk, maar ik kan nou niet naar mijn mail. Ik serieus, ik ben de chat aan het kijken, ik ben het spel aan het spelen. En dan kan ik niet mijn mail tegelijkertijd checken. Ik word heel gek, man. Oké, nou, Dus, hoe is het met iedereen? Heeft iedereen een heel fijn weekend? Moet ik het droog houden? Het heeft vandaag nog een beetje hier geregend, maar ik hoop dat de meesten het een beetje droog hebben weten te houden. Oké, nou, ik zie de itemroom en echt deze room die zit vol met vijandjes en daar ben ik niet blij mee. Want ik wil nou niet weer zeg maar een faal hebben zoals dat we de vorige keer hadden, want ik heb hem al een keer gecomplete en ik word er dan niet vrolijk van tot ik echt zo vaak. 10-10 gezing. Gezing. Speel je hardcore dan met een mod of is het gewoon vanilla? Het is hardcore 2.0, het is gewoon vanilla. Dus, want ja, met modpacks, dat was nogal... Is dit control tiers? Oh, instant win. Oh, we hebben instant win. We hebben Xbox' grootste nachtmerrie, de Red Circle of Death. Oh, dit is geweldig. Oh, dit wil je hebben. Poepste. De poep met oogjes heeft geen kans. Ja, wel leuk, maar ook huiswerk. Ja, huiswerk is nooit leuk. Dus, nou ja, kan leuk zijn, want je leert er een heleboel van. Ik bedoel, ja, ik heb ook heel erg veel geleerd van huiswerk. Dus, geloof mij maar. En dat is niet om te zeggen van, oh, je moet je huiswerk gaan doen, want anders word je hartstikke dom. Nee, je leert er echt wel veel van. Dus, damage up. Ik heb 3 dagen weekend gehad eigenlijk. Geweldig. Als je al 3 dagen weekend hebt gehad, ik ben jaloers op jou. Ik bedoel, serieus, ik heb de afgelopen doordeweekse week heb ik niks anders gehad als regen. Het was zelfs zo erg totdat ik terugkwam op de zaak. Tot, ik gewoon... Onze parkeerplaats, zeg maar, die was helemaal ondergelopen met water. Zo hard had het geregend. Dus ik had zwembandjes nodig voor mijn auto ondertussen. Oké, nou, we hebben de itemroom gehad. En dan zit ik te denken, Burnt Penny, ja, dan kunnen we meer bommen krijgen. Maar ik heb liever, nou, weet je wat, we gaan gewoon iets proberen. Ik ga hier proberen in het midden een bom te plaatsen. En dan pak ik de Burnt Penny op. En dan krijgen we de bom weer terug. Een beetje slim proberen aan te pakken zo. Nog meer muntjes? Nee. Ah, ik kom net 1 muntje tekort. Zit hier nog iets binnen wat we kunnen gebruiken? Nee. Ja, ik ben bang dat we gewoon naar de baas moeten gaan. Ik kan wel gaan kijken in de shop, maar de shop heeft niet echt zoveel nut. Dus, waar is Tauler? Ga je nog Minecraft? Ja, Minecraft komt. Nogmaals. Minecraft komt volgend weekend. Dan gaat Minecraft beginnen. En ik zie een spin en daar heb ik een hekel aan. Oké, nou, weet je wat? We gaan gewoon onze laatste bom daar al opgeven. Ik zie weer 2 muntjes, dus we kunnen naar de shop toe. En ik neem heel eventjes die Burnt Penny misschien tot we nog even een bommetje uit kunnen slaan. Wie weet. Kunnen we altijd proberen. Nee, heb je? Ja, kunnen we eisen. Ah, geen... Oh, wel een bom. Wel een bom. Oh, terug. Ja. Red Circle is handig, maar soms... Ja, je vision, dus... Heb je acteertips? Nou, acteertips, ja. Hoe kan ik dit het beste brengen? Wat heel belangrijk is als je gaat acteren, is dat je je rol die, zeg maar, acteert, 100% kent. Ik treed nogal vaak op als Mario. En ja, Mario, op het moment dat jij Mario ergens staat te spelen, dan ben jij ook Mario. En moet je op elk antwoord, of op elke vraag moet je een antwoord klaar hebben. Dus, en het kan nog wel eens lastig zijn. En jeetje, wat zijn er toch veel van die potten, zeg. Ah, daar kregen we helaas geen muntje van. Maar maakt niet uit. Pokey of Pin. Maakt niet uit. Kom in mijn Red Circle of Doom. Dankjewel. Oeh, deal with the devil. Oh, all stats af en dan shuffled. HP is omlaag gegaan. Ik weet niet of mijn attack nou omhoog of omlaag is gegaan. En Capisteel, die is eigenlijk heel erg goed. Die wil ik eigenlijk wel hebben. Maar ik heb heel weinig help. Weet je wat, we gaan gewoon heel dangerous spelen. Want we hebben een OP item. Dus als je improviseert kun je je karakter niet kennen. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik moet heel vaak improviseren als Mario zijnde. Dus ja. Dus je moet wel een beetje goed, zeg maar, in je rol kunnen blijven. En echt sterk in je schoenen staan. Want als iemand, zeg maar, jou in 1 keer een vraag gaat stellen, dan dat je daar gewoon een antwoord op hebt. En dat je daar gewoon iets logisch voor verzint. Het is hetzelfde als met Let's Play. Dan moet je ook maar in 1 keer poef, in 1 keer iets uit je hoofd kennen. Van, oh ja, ja, dat werkt zo, omdat. Dus, ja.
Nee, ik hou liever eventjes nog de petrified poop. Die was zinloos. We mogen onze helft niet zien. Is ook niet prettig. Laten we eens even kijken wat er in de item room zit. Lucky food. Nou, ik kan wel even wat luck gebruiken. Oké. Weet je wat? We gaan het gewoon doen. YOLO. Oh! Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, dit is instant win. Dit is instant win. We hebben Tammy's head. En de videotechniek. En brimstone. Oh, dit is geweldig. Als we nou bij een devil deer gewoon een normale brimstone kunnen vinden, dan... dan is het al afgelopen. Dan is het al afgelopen. Oké, nou, kunnen we nog leuke dingen krijgen? Even kijken. Speed down, daar ben ik het niet mee eens. Oh, dit is OP, jongens. Oh, 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 oh. Eerste run, jongens. Eerste run. Ja, dag. Die gaan we niet. Weet je waar? We halen hem even uit de itempool. Komen we hem niet meer tegen. Dus dat is wel handig. Niks ervan hier. Weet je, ik kan gewoon eigenlijk hier blijven staan en gewoon de rest eigenlijk overlaten aan mijn damage dealer. Weet je waar, we pakken even een health. Waarom moet ik nou weer een health? Zoveel health heb ik niet. Als ik dan wat meer health zou hebben misschien, maar... Jij wilde toch ook acteur worden, Q&A video? Ja, maar ik vind eigenlijk met wat ik doe op YouTube en alles, tot ik mij eigen best wel een acteur zou kunnen noemen. Ik bedoel, Brian die heeft mij gebeld en er is ergens een school. En die wil dolgraag Mario en Luigi, zeg maar, tot ze komen bij de opening van de school. En daar zijn wij voor gevraagd. Dus ja, ik ben heel eerlijk, ik voel me eigenlijk een klein beetje een acteur. Laat ik het zo zeggen, dus... Klein beetje dan, hè. Klein beetje. Dus. En ik entertain heel erg veel mensen. En bij evenementen dan acteer ik ook er helemaal op los. Dus net zoals Dark Player. Ja, dat is ook een... Wat is het toch met al die leven? Dat wil ik helemaal niet. Ga dood. Extra speed, maar dat hoeven we niet. Die hoeven we ook niet. En dan gaan we gewoon naar de boskamer en dan zien we wel wat eruit komt. Weet je wat nou helemaal geweldig zou zijn als we nog Guppy kunnen krijgen? Ik bedoel, we hebben één Guppy item. Dus als we nou nog Guppy kunnen worden, of sorry, in dit spel Tanuki, dan zijn we helemaal geweldig. Mag ik een koekje? Nou, pak er maar één als je koekjes bij hebt liggen. Waarom ook niet, hè? Pak maar een langere koekje. Dus, Oké, wie? Cube of meat, gotta meet them all. En we krijgen een Yoshi-ei. Maar geen deal with the devil. En daar baal ik eigenlijk wel van. Nee, ik ga het niet doen. Ik ga hem geen health geven. Nee, 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 nee. Komt er binnenkort weer een nieuwe Let's Play? Ja, als het goed is, komt die maandag. Tenminste, dat ben ik wel van plan. Dus, even kijken. We hebben de kompas nu. Dat is wel handig, want we kunnen gelijk naar de item room toe. Bleh! Oeh. Dat was een bommetje. Dit is een explosieve kamer. Ik hou niet van explosieve kamers. Oh boy. We moeten wel voorzichtig zijn, want zoveel health hebben we op dit moment niet. Weet je wel, we maken jou gewoon open. Bommetjes. Laten we een beetje naar secret rooms ook gaan kijken dan. Wat hebben we hier? Vraagteken. Extra geld. Ja, dan gaan we... Wacht even. Eerst even de petrified pool even pakken. En dan maken we eventjes... al deze poepjes eventjes kapot. En dan pakken we deze counterpenny. En wat is dit eigenlijk? Infestation. Is dat niet op het moment dat je geraakt wordt? Oh. Volgens mij wel. Oh, ik heb geen sleutels meer. Ik heb echt sleutels nodig. Oh, mijn Skype geluidje staat nog aan. Mijn excuses. Even een seconde. Even een seconde. Sorry. Is dat Pikachu achter jou? Ja, dat is Pikachu. We hebben hem al een keer in de aflevering gehad. Dus ik ga hem nou niet weer bij pakken. Mijn excuses, jongens. Anders wordt het een beetje overkill. Dus dat doen we niet. Yo, Zeep, ben terug. Zeep Power. Hetzelfde player van Final Fantasy. Leuke let's play. Ik weet welke game dat je gaat spelen. Super Mario 3D World. Miauw. Miauw.
Nou, ik weet niet waar jij mee in gedachten zit, maar ik heb alleen maar een hint gegeven. Voor de rest zeg ik helemaal niks. Magic Mush! Oh, we hebben Magic Mush! Oh, hoe OP kunnen we worden? Oh, onze damage is al 4. Oh, we hebben Tammy's Head, we hebben Levido Techniek. Oh, deze run die is geweldig. Dit is de beste Azizel run die ik ooit heb gehad. Echt, wauw. Oké, hoppa, stop. Misschien kunnen we zelfs nog een bosrush doen of zo. Dat zou wel leuk zijn. Dus eventjes naar de shop. Kunnen jullie heel eventjes hoi zeggen? Hi, dank je. Jij ook even. Laat je gezichtje zien, dank je. Dan kun je tenminste neerschieten. Ja, we maken jou open. Nee, die wil ik niet. Wat is dit? Bogo bombs. Extra bommen. Ah, vooruit dan. Waarom ook niet? We hebben geld genoeg. Ik denk dat ik heel eventjes naar die challenge room ook heel even ga kijken. We hebben sleutels. De gamerui. Ik heb die spel ook, dus ik weet het al. De eerste keer dat ik bosring deed... Ja, bosring kan heel erg moeilijk zijn, maar... Vergeet niet, we hebben een OP-item van hier van Jinder. Ik bedoel, serieus. Daarvoor neem ik zelfs gewoon dit risico. Hier. Hoi! Hier, ik hoef niks te doen. Ik hoef er alleen maar in een hoekje te gaan staan. En eigenlijk alleen maar te dodgen. Ta-ta-ta-ta-ta. En ik heb gewonnen. Yay! Dit is veel te makkelijk. Hou ik van. Ik hou van makkelijk. Dus, nou ja, het ligt eraan hoe lang ze... we hebben 14 minuten. We moeten wel een beetje vaart maken. Sorry, maar jullie mogen dit niet na vertellen. Oké, we hebben hier... Liu Cap. HP up, altijd handig. En ik weet niet wat het is, maar ik ga het toch pakken. We need to go deep. Ah, oh, die wou ik helemaal niet. Oké, nou, die HP up, die zijn we... Ja, die waardeloos. Oké, nou, als ik me niet vergis, hebben we nog 2 levels te gaan. Dus ik ga heel eventjes het klokje in beeld laten staan. Kan dat? Ja, zo. En snel naar de item room, want we hebben het kompas. En hier hoor ik een mama's handjes. Daar ben ik wel helemaal niet blij om. Ga weg. Kom op, weg. Oké. Dus we gaan gewoon omhoog. En met een beetje geluk... ...komen we gelijk uit bij de item room. Oh boy. Monies, altijd handig. Dus ja, als je zeg maar bosrush wil halen, dan moet je binnen 20 minuten moet je man verslagen hebben. Daar komt het praktisch op neer. En dit is een leugen, daar ben ik niet blij om. Hadouken! Ik vind een Hadouken mogen, ja. Oh. Jou negeren we gewoon. Terwijl naar de item room, wat is dit? We hebben de chariot. Ja, waarom ook niet. Chariot kan handig zijn, maar... ...voor dit moment... Wat is dit? Dead Onion. Zorg ik dan niet voor een beetje snelheid? Ik bedoel, hij beweegt nou sneller. Denk ik. Even kijken. Wacht, we hebben toch de chariot? Ja. Wat ik dan eventjes wil doen, is... Er zit hier namelijk een... Zit hier nog iets handigs in? Nee. Doei! Oké. Komt dit op YouTube? Ja, dit komt op YouTube. Sorry jongens, ik moet nou eventjes heel goed focussen op het spel. Want als wij naar de bosrush willen, dan moeten wij binnen 4 minuten moeten wij deze level en het volgende level nog hebben gehaald. Dus even kijken. Comments. Er zijn geen comments. Dus don't even try, please. Bleh. Ik geloof dat de shop ook gelijk op onze route zit. Dat is wel handig. Kistje. Oh, nee. Geen fan. Oh boy, nee. Hoe ben ik daar niet geraakt? Weer die curse of die... Weet je wat, we kopen gewoon alles. There's options en treasure map. Oeh, nou hebben we de hele map. Nice. Oké, dit kan heel erg handig zijn voor onze volgende... Voor onze volgende plek. Hier! Heb jij flipper gekocht? Nee, ik was eigenlijk een tester. Dus, ja, ik hoefde het niet te kopen. Dus, mijn excuses. Lord of the Pit, Demon's Wings. Die wou ik eigenlijk niet. Nee, maakt niet uit. Oké, kunnen we dit doen binnen 3 minuten? Hoe ziet de map eruit? Geen Amnesia, geen Curse of the Lost. Oké, gelukkig. Daar kunnen we niet in. Of kunnen we er wel in? Kunnen we wel in. Oké. Zit er iets boeiends in? Guppy! Guppy! Willem! Geef het!
Oh, dit is Monstro 2 weer, of niet? Yep. Daar! Kom op, we hebben niet zoveel tijd. Sleuteltje, altijd handig. Zit hier iets boeiends? Donation machine, maar daar heb ik nog geen tijd voor. Jammer genoeg. Moet opschieten. We hebben haast. Ja, ik kan nog wel één. Oké, okay. Pakken. Omhoog. Oh, ga nou toch fietsen, jongens. Ik heb geen tijd voor jullie. Solhard, altijd handig. We hebben nog 2 minuten. Oh, stressvol. Quadshot, serieus. Nou ja, ik denk niet dat het iets uitmaakt, maar... Oh mijn god, we hebben zelfs quadshot. Oh, dat was niet slim. Dit was dom. Dit was echt dom. Da. Ik heb zo'n gevoel trouwens dat daar de secret room zit, maar ik heb bijna geen tijd voor de secret room eigenlijk. Weet je wat, we gaan het gewoon proberen. YOLO. Nee, geen secret room. Oké, jammer. Moneybagger, kom op, we hebben nog maar heel weinig tijd. Geef iets goeds. Ik heb geen tijd hiervoor. Ik heb dan op zijn minst een sleutel. Dank je. Kun je nog even een item geven misschien? Dank je. Oh, pillen. Oh, dit gaat tijd kosten. Wat is dit? I can see forever. Energie. I can see forever. Ik neem destructie met me mee. Oké, 1 minuut. Weet je wat? We nemen extra pillenruimte. Oh, is het speeddown? Dat wou ik helemaal niet. Nee, maakt niet uit. Ja, die batterij kunnen we niet. Oké, weet je wat? Screw it. We gaan nou gewoon rushen. We gaan gewoon rushen nou. Ah, nee! Verdurrie, hij brengt me helemaal terug naar start. Dit gaat hem niet meer worden, jongens. Oh, we gaan gewoon rushen. We gaan gewoon rushen. Omhoog. Kom op. Ik lees zo de chat. Ik lees zo de chat. Oh, dit moet te halen zijn, jongens. Kom op. 15 seconden. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald, dat is het belangrijkste. Oké, wat zullen we nemen? Ik denk damage up. Even kijken, heb je Flipper gekocht? Ga je nog Terraria streamen, gewoon op een NL stream? Misschien, waarom heb je zo'n haast? Anders konden we niet naar de bosroom komen. Ja, nogal. Do not do drugs. Do not on drugs. Ik ben niet aan drugs, ik ben op bonen. En ik wil jump niet, ik wil de damage en HP up. Oké, nou, laten we dit gaan doen. Gertie. Oh, kijk nou toch eens. Jij hebt brimstone. Dit is hoe je brimstone gebruikt. Niet anders. Oh, ik wil jou echt zo snel mogelijk eruit hebben. Jij bent zo irritant. Met je radioactieve poef. Het is jammer dat we geen teleportatie hebben. Want anders zouden we nog eventjes verder kunnen exploren. Maar we hadden haast. Piep. Jij bent mijn eerste vijand geweest en ik heb een hekel aan jou. Blijf hier gewoon even campen. Gewoon hier op deze stenen hier. I have fury! Wat? Hoe dan? Ik had verwacht dat je niet zou halen. Ja, ik heb het toch gehaald. Waar zit hij? Oh, daar zit je. Kom hier dan. In the circle of doom met jou. De Wigglers. Het is jammer dat we Guppy niet zijn, anders was het echt devastating geweest. En we kunnen onze health ook niet zien, dat is ook helemaal vervelend. Helemaal vervelend is vervelend. Oh, oh. Why don't you use your main streamline G2A shit just in case lol deleted. Wat? Wie? Ik heb geen idee waar dat hij over zit te praten, maar goed. Ik blijf gewoon hier staan. Ga je ook weer een keertje Terraria doen? Ooit. Ik heb zoveel projecten op dit moment lopen tot... Ja, Terraria, dat zit er nou gewoon echt eventjes voorlopig niet in. Maar nou weet ik ook niet of mensen zeg maar echt zitten te wachten op een nieuwe Terraria Let's Play van 1.3. Dus YouTubers, jullie mogen er ook eventueel op commenten als jullie dat graag zouden willen zien. Dan kan ik hem op een to-do-lijstje zetten.
Maar mijn volgende Let's Play die staat al sowieso gepland. Dus ja, ik kan hier gewoon eigenlijk rustig campen en ondertussen een beetje de chat lezen. Huch, jullie houden me bezig, jongens. Geweldig. Dus, oh boy. Dit is geen bosrun. Oh, kijk nou toch eens. Het is de bloat. Oh, die is verschrikkelijk. Ik haat hem. Oké, hij is al weg. En waar is jouw hart? Daar is jouw hart. Miauw. Zo, nou ben je boos. Dan ben je een boos konijntje. Dat maakt mij niet uit, want je hebt een Red Circle of Doom achter je aan. Hier. Nou, Terraria is een heel leuk spel, daar niet van. Zeker nou met die nieuwe updates die eruit zijn gekomen. Dus wil ik alsjeblieft stoppen met damage te nemen? Ik weet nog niet eens hoeveel health ik nog heb. Oh, nee. Geen slowdown. Oh, boy. Weet je, wij kunnen gewoon in mijn eigen cirkel staan. Ah, daar ben ik niet veilig. Was te proberen. Waar ben je? Oh, daar ben je. Oké, dan moeten we... Nou, iedereen inderdaad zijn de mening. Ik vind hem heel leuk, dus... Oh boy. Wat hebben we nog meer? Oh ja, Kamek! Kamek, je foep! Ja, dat laat ik echt niet gebeuren. Eens even kijken, Chemical P of bommencontrole? Nou, doe mij maar Chemical P, want dat geeft namelijk een extra damage up. En ik hou van extra damage up. Nou, laten we... Gelukkig kunnen we de hartje oppakken. Maar laten we maar eens even kijken hoeveel helft dat we nog over hebben. Ben een expert mode begonnen met een vriend. Kom alleen niet verder bij Plantera. Oh, dat is lastig. Nou, ik kwam al niet verder bij... Ach, hoe heet die ene baas nou? Bij Skeletron. Daar kwam ik al niet meer verder. En we hebben maar 2 hartjes. Dus dit is nogal een close call. Dat zou ik willen doen op het moment dat ik alle kistjes zou kunnen openen. Nee, geen laseraanval. Dankjewel. Oké, we hebben nou 2 sleutels. We zouden het eventueel wel kunnen doen. Maar we hebben hier ook weer een kistje. Met een bone. I can see forever. I just know how to fly. Oké, sorry. Sorry dat jullie dat aan moesten horen. En, oh, die kon was geroepen. Die kom als geroepen. Ja, die kun je gewoon 1 keer gebruiken per kamer dus. En ik vergeet soms dat ik hem heb. 1 sleutel gegeven, 2 sleutels gekregen. Dat is altijd wel handig. Wij gebruiken bij Skeletron, Mini Shark en Laser Gun. Ja, ik had gehoord dat je eerst zijn handen uit moest schakelen. Dus daar ben ik nog zelf, als ik überhaupt vrije tijd zou hebben, ben ik daar nog mee bezig. En dat is zeker Bob's brain. Waarom ben ik daar bang voor? Ik heb zo'n gevoel dat het... Ja, of het is cricket set, dat kan natuurlijk ook. Dan hebben we een extra damage up. Durf ik hem te pakken? Goathead! Ook goed! Gegarandeerde deal with the devil, waarom ook niet? Kun je Hyrule Warriors ook een keer let's playen? Hyrule Warriors is niet echt een let's playbare game. Dat is het probleem met Hyrule Warriors. En van Zelda games heb ik nog zo erg veel te doen, dus... Die staat voorlopig nog even niet op mijn lijst. Mijn excuses daarvoor. Wat is dit? Amnesia? Nee! Nee! Ah, ik haat Amnesia. Amnesia is een van de ergste curses. Vergeet niet, we hebben een kompas en een map. Dus we zouden de hele map kunnen zien eigenlijk. En ik heb niet echt op mijn map gelet. Dus ik weet god niet waar ik nou naartoe moet. Dus we gaan gewoon willekeurige kamers in. Oké, nou we hebben hier de secret room. En hallo, vraagteken. Zeker Steam Seal of zo. Nog een. Oké. Nou hebben we 2 Toadswords rondlopen. Oké. Oeh, die was bijna raak. Noise singing. Well, thank you very much. Hou je mond, ik heb brimstone. Moet die troep gewoon bij... Oh, dit is leuk. Oké, dan gaan we daar eventjes de cirkel eventjes erin gooien. Oh, wat is dit een gemene room. Ah, we krijgen er wel een sleutel voor. Kunnen we kistjes openen? Hij zat ons echt zo aan te staren van... Hey, kijk, er komt een red ring van Doom op me af. Oh, ik moet wel uitkijken met damage nemen, jongens. Ah ja, Sol of Blackheart, altijd handig. Kan je 3DS-games spelen op de Wii U? Want dat zou Pokémon X en Y kunnen...
Als dat zou kunnen, dan zou ik inderdaad ook weer DS of 3DS games kunnen opnemen. Maar helaas is Nintendo heeft dat nog niet. Dus helaas zit dat er nog niet in. Oké, nou, ik ben benieuwd welke baas dat we nou gaan krijgen. Twee keer de helft. Nou, weet je wat? We slaan jou zo. En jou moeten we ook even op afstand slaan. En jij krijgt even de brimstone tegen je neus aan. Links of rechts? Jullie mogen het zeggen. Kan ik al eventjes een slokje drinken nemen? Moeten we de linker pakken of de rechter? We hebben geen idee wat het doet. Links of rechts, jongens? Bij twijfel kies rechts. Rechts. Links. Ik ben voor de 3DS XS aan het sparen. Wat is de 3DS XS? Is dat niet een nieuw 3DS waar je het over hebt toevallig? Heb je ooit Super Mario 64 DS gespeeld? Vind ik leuker dan de originele. Nou, ik heb twee keer rechts gehoord, dus wij pakken gewoon twee keer rechts. HP up. Nou, dat kan wel handig zijn. Ik ga het gewoon doen. Sister Maggie. Dead Tanuki. We hebben 9 levens! Book of Belial. Nee, ik wil Tammy's head houden. Maar volgens mij zijn we nou Guppy. Zijn we nou Guppy? Volgens mij zijn we Guppy. Volgens mij zijn we Guppy, jongens. Even kijken. Ja, ik zie 3 keer. We zijn Guppy. Jongens, we zijn officieel... Oh ja, Tanuki. We zijn Tanuki geworden. Oh, dit is geweldig. Jullie zullen zo wel zien waarom. Elke keer als we nou schade doen tegen een vijand. Krijgen wij dus zeg maar vliegjes die voor ons vechten. Het is toch geen sleutels heb, anders zou ik het kunnen niet demonstreren. Maar... Oh, daar hebben we onze vliegjes al. Nevermind. En hier hebben we een sleutel. Hoppakee. Dit is de most OP run ever. Hoppakee. Oh, moet je kijken dat liggen wat we hier hebben. Hier, ik kom nog niet eens wat te doen. Oh, dit is OP, jongens. Oh, jeez. Store credit. Nou, we hebben geen deal met de duivel meer. Dat is wel jammer. Nou ja, we hebben ook niks meer aan geld, dus laten we hem gewoon maar bij ons houden. Mochten we via via misschien toch nog aan een deal met de devil komen. Wie weet! Oh, boontjes. I can see forever. Die grap hebben we net gedaan. Oké, nou, groene bonen die wil ik niet meer. Die wil ik zeker niet. En wat is dat? Balls of Steel. Ja, dankjewel. En doe maar I can see forever. Waarom ook niet? Zit hier de secret room? Nee. Oké, nou. We kunnen gewoon rustig exploren. Waarom ook niet? Amnesia, die kan echt... nee. Double the damage, double the joy. Ik vind het oorspronkelijke leuke, maar ik speelde het op de Wii met de GameCube controller. Ja. Qua... Het is namelijk echt een 100% remake. Dus de levels zijn wel anders, maar... de gameplay is ook helemaal veranderd, omdat je dus zeg maar met meerdere karakters kan spelen. Dus naar mijn mening... En ik weet niet of mijn mening jullie boeit, maar... Naar mijn mening zijn het eigenlijk twee verschillende spellen. Zo kijk ik eigenlijk naar Mario en... Mario op de DS, want het is een DS-game en niet een 3DS-game. Ach! Jullie doen niet op mijn dashje, dat mag niet. Ik heb maar 3 hartjes. Voor je het weet heb je nog maar 1,5 hartje. Die blijft gewoon heel erg spontaan, die grap. Die blijft leuk. En waarom ook niet? We zijn nog niet Tanuki genoeg. Waarom ook niet? Ik hou gewoon Tammy Z bij me, hoor. Ik hou gewoon Tammy Z bij me. Dus, even kijken. Ik denk niet dat er hier nog iets te halen is, maar ik heb te veel plezier hiermee. Bop, 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 bop. Afgekeurde Diglett. Die hebben we niet echt nodig. Och, kijk nou toch eens. Het is een dingel! Nou ja, eigenlijk is het King Goomba. Dus, oh, hi. Eigenlijk zou ik Anime Freak eventjes moeten bellen. Of even op moeten roepen, want die zou nou zo pis zijn. Die zou nou zo pissig worden van deze run. Die zou echt pissig zijn. Zal ik hem bellen?
Zal ik hem bellen? Jongens, zal ik hem bellen? Anime Freak die zou zo pissig zijn nou. Die heeft zo vaak hier naartoe gezeten zoeken namelijk. Dus... Zeep moet gaan. Misschien win ik wat... Win ik wat bij andere stream, Mario Maker? Hoezo win? Hoezo win? Wat valt er te winnen dan? Wat is dit? Health up! Health up! Oké, dan wil ik deze wel hebben. Nog een health up? Nee, dit is health down. Dan heb ik liever de health down just in case bij me. Dus bel hem! Bel hem! Bel hem! Bel hem! Oké, we gaan hem gewoon bellen. Oké, dat is wel right. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar... Zippy! It's a group call. Het is een group call. Hi guys, I'm in the stream. I actually needed do me. You need me? Yeah, because you're going to hate me for the rest of your life. Why? What did you do? I'm playing... I'm live streaming at the moment, and I'm playing The Binding of Mario. And I just played with Azazel, got Tammy's head, controllable tears, M. Guppy, and have a lot of damage. On the first floor? No, not on the first floor in this run. You know the funny thing is, ZP? I'm live streaming too. Oh. Screw you then! Yeah. No, that was Doomy! Oké, jongens, dat was even een hele rare grap. kijk wat ze zeggen, Oh, ze bellen maar weer. Yes? You ass. What the fucking odds? Oh, man. I'm playing my new game that I bought yesterday. Oh, but, I have the new spell gekocht. Dus... Yeah. Hi, it lives, bye, it lives. Maar, yeah. I can't do multi-language right now. That's just way too hard. So, sorry. Yeah. Anyway, hi to your stream. Hi, people from your stream, from Doomy stream, Anime Freak stream. Hi. They can't hear you. Well, they can hear you, so you can at least say hi to my audience. Oh. Hello. Hello, audience. Yeah. Echt serieus, hè? Dan moet je dan mee samenwerken op sommige momenten. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Hij verstaat hier niks van, dus dit is lol. So, yeah. I will not bother you anymore, and I will just continue the live stream. I'll come back in a few. Okay, bye bye. Nou, dat was leuk. Het boeide hem nog niet eens. Wat een harteloos gemene rikje. Nee, dat dacht ik al, geen devil deal. Maar we hebben de Polaroid genomen, dus we gaan zeg maar richting boven. Dus dat zei je ook bij Modded Survival. Bij Modded Survival? Wat zei ik bij Modded Survival? Ik bedoel, moet je me heel eventjes aan herinneren, want Modded Survival is heel lang geleden. Ik heb zoveel gezegd. Ik zeg zoveel in Let's Plays, ik kan mijn mond gewoon niet dicht houden. Ik kan mijn muil gewoon niet houden, zoveel praat ik. Oké, nou, mijn vliegjes die doen al dat werk daar. Heel veel bommen, man. Wow. Such hype, such wow. Oké, we hebben hier... Oké, we moeten er dus... We hadden er net zeker een stuk of... 7. En dan kom je hier één kamer binnen en daar zit één zielige bomberman. Hoe maak ik van normale steen cobblestone? Ik zou het niet weten. Dan moet je aan Tommy vragen. Ik hoop dat hij het ondertussen wel snapt. Bah! Wat leeft er? Oh, zijn kluifje leeft nog. B. Oh, nou niet meer. Is het eigenlijk de baas? Aan de andere kant. Wat doe ik aan deze kant als de baas daar zit? Ik bedoel, serieus. Er is toch niks interessants daarmee te vinden. Ik bedoel, we hebben 41 coins. 98 bommen. 3 sleutels. Laten we gewoon naar de baas toe gaan. Bij Modded Survival zei je ook tegen Wilco, Alex, Guido en Tommy dat je met hun moest samenwerken omdat ze raar doen. Oh, dat. Ja, dat is gewoon een joke. Het is een joke. Het is om te grapje. Want ik doe ook raar. Ik bedoel, serieus. Dat ze... Oh, oh.
mijn god, echt. Oh. Oh, dat is OP. Dus. Ja, het ergste is van die grap. Dat was mijn eerste keer dat ik Minecraft had opgenomen. En dat was de grootste fout die ik ooit heb gedaan. En die zal mij nou voor altijd blijven achtervolgen. Dus. Dank jullie wel. Oké, dat is een probleem. Dat boeit me niet. Oh, sleutel wil ik wel. Miku, het is een. Dat was een grap van. Op mijn YouTube-kanaal heb ik een. Modded Survival gedaan met een groep vrienden van mij. En. Daar werd in één keer de vraag gesteld hoe dat je cobblestone zou maken. En. Ja, natuurlijk weet iedereen hoe dat je cobblestone moet maken. En dat was dus echt zo. Dat kwam totaal uit het niks. En. Ja. Wij konden de eerste 5 minuten kwamen niet meer bij van het lachen. Daarna hadden we 5 minuten tot we niet konden geloven tot hij het echt niet wist. En daarna gingen we het uit. En toen zeiden we van, ja, het is modded survival. Wat verwacht je nou? Dus, ja. Een touwloos huis was inderdaad een tornado-magneet. Dus, maar ja, bij de hardcore, de eerste hardcore-serie was, nou, trouwens, als je de hardcore-serie nog niet gezien hebt, dan wil ik er eigenlijk zo min mogelijk over zeggen. Want anders heb je zoveel spoilers. Spoilers zijn niet leuk. Ik ben bang dat ik per ongeluk dadelijk amnesia per ongeluk activeer. Dus ik doe gewoon heel eventjes zo veilig. Oké, hallo Mario. Doei Mario. Dat was makkelijk. Oké. De chest. Niet gerescand, jammer genoeg. En we hebben 3 sleutels. En wat hebben we hier? Wat is dit? Tears up. Nou, daar hebben we niks aan. Up, dat is altijd handig. En dan moeten we sleutels verzamelen. Dit is eigenlijk de ronde die ik altijd 100% eigenlijk altijd alles onderzoek. Omdat elk kistje wat we hier vinden heeft een item. Of het nou een sleutelkistje is, een gewoon kistje. Maakt niet uit. Alle sleutels die we hier vinden heeft iets handigs. En balls of steel, waarom ook niet? Nou, weet je wat we zouden kunnen... Nee, pak deze wel. Charmed Tears. Kijk naar. We hebben nou één grote paars. Circle of weet ik veel wat is. Oh ja, en de deurbel. Hey, hey. Ik werd er helemaal gek van, omdat ik dat zo vaak heb moeten editen. Oh. En dan gingen ze dus expres lopen doen, omdat ik dan extra editwerk had. Maar ja, aan de andere kant is het wel heel erg leuk hoor, daar niet van. We hebben hier. Extra leven, waarom ook niet? Gewoon pakken. YOLO. Oh nee, niet weer. Nee, niet weer. Ik heb zo gehad. Hoeveel horsemen hebben we hier wel niet? Maar het leukste was nog altijd van die Ender Knight die voor me een deur stond. En dat ik dan in één keer begon zo van... Oh, Wimbleweb, 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 Wimbleweb. Ik denk dat jullie dat ook nog wel herinneren. Dat was ook zo hilarisch. Hoppakee. Ja, op dit punt hoef ik het nog niet eens meer te proberen. Hoppakee, spiderbite, waarom ook niet. Onze kleuren, die wordt helemaal raar nu. Nu hebben we een... Wat voor kleur is dit eigenlijk? Jongens. Hé, hij begon. Hij noemde mij 74. Het lef. Het lef van die handdoeken tegenwoordig. Eigenlijk heb ik heel dit... Oh, spoonbender! Oh. Wat spoonbender doet is... Het zorgt... Ja, je ziet het eigenlijk al. Dit is zo OP, jongens. Oh, mijn item tracker die zit helemaal vol. Wat is dit? Leech. We hebben een chain jump. Waarom ook niet? In het begin ben je al voor alles bang. Maar dat heb je ook in de hardcore serie. In de hardcore serie dan ben je ook voor alles bang. Dus, maar ja, in de hardcore serie blijf je eigenlijk ook voor alles bang. Omdat alles... Eén keer een misstapje, één keertje een verkeerde val maken. En het is game over. Je ligt uit de serie. Dus, ja. Maar dit is zo OP. Oh, ik heb dit nog nooit meegemaakt, jongens, met de Ziesel. Oh, dit is OP. Oh, dit is geweldig. Ik hoop dat jullie het ook naar je zin hebben. Dus, hallo, tot ziens.
ja, spooning, ja, twisted spoon, dat is eigenlijk dus zeg maar homing shots. En ja, met een brimstone. Ja, dat deed Shawny per ongeluk. En ik schoot daarna op een pigman per ongeluk. Dus ja, het kan in één keer zomaar gebeuren. Dus de Bijbel. Nee, dank je. Ik kan al vliegen. Daar heb ik geen Bijbel voor nodig. Nou, hoe lang zal Blue Baby dit vol gaan houden? Ik denk niet lang. Ik denk echt tot wij naar hem toe lopen en tot het afgelopen met hem is. Tot echt zo is. Hi Blue Baby. Doei Blue Baby. Oh, we krijgen nog... we krijgen nog één kistje. Technology. Laser 2. Ja, dat zorgt wel dat onze damage heel erg laag is, maar... lekker belangrijk. Doei Cosmic Mario, was leuk dat je hebt gekeken, maar wij hebben gewonnen. Wij zijn de victoriërs van vandaag. En ik zal heel even mijn lamp aan doen, want echt serieus. Ja, maar ja, dat is modded, hè. Dus, ach, al die fotootjes. Allemaal fotootjes. Dit was op zich een hele goede run. Ik ben blij met deze run. Ja, hij was heel easy, dat wel. Misschien moeten we dan eigenlijk voor een hele moeilijke run gaan en voor de boss rush gaan. Of boss rush. Voor de Lost Rush of Boo Mario Rush. Boo Mario is wel makkelijker gemaakt aangezien dat je gelijk begint met Holy Mantle. Dus dat zorgt ervoor dat we niet de hele tijd hoeven te gaan farmen om te kijken of we eindelijk beginnen met een goede item. Dus dat is wel heel erg gunstig. Dus, en we hebben Abandon. Of Abandon. Dus ja, ik denk dat we de volgende run tot we een Boo Mario run gaan doen. Dus... even nog houdt u zeg tegen YouTube, jongens. Dus YouTubers, volgende run van de livestream wordt dus zeg maar Boo Mario run. En daar hopen jullie natuurlijk ook weer te zien. Dus heb je nog vragen over toekomstige projecten? Heb je nog überhaupt ergens een vraag over? Pleur ze gewoon in die reacties neer. Ik lees het toch wel. En als het een interessante vraag is waar nog geen antwoord op is gegeven, dan zal ik er natuurlijk antwoord op geven. Dus bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. En wij gaan nog eventjes door gezellig met livestreamen. Dus tot dan. Zeg wat doei. Zeg wat doei. Zeg wat doei. Ja, doei! Oké, jongens, nou, gebruikelijke breektijd, hè. Eventjes, even.